Hij verdient het. Herman die kwam natuurlijk, is bij mij in de buurt geboren. En ja, ik ben erbij geweest dat hij eigenlijk toen ik in de kunst ging in 85 in Amsterdam, ben ik drie jaar later naar Zwolle gegaan. Ja, Herman die kwam echt elke maand nog weer bij me, een dag of vier, vijf schilderen. En ja, dat heeft heel goed gelopen. Herman was een hele leuke, intelligente, aardige man. Alleen ja, als er een camera bij was, dan kon hij de meeste gekke en leuke dingen verzinnen natuurlijk. Er was iemand die dus... Die zichzelf heel goed in de markt kon zetten. En dat is ook de bedoeling om te laten zien wat brood eigenlijk teweeg heeft gebracht hier in Nederland. Hij moet herdacht worden. Ja. Dus ik heb hier een contract met de gemeente voor 10 jaar. Dus het is ook niet een pop-up store. Het pand is 60 meter lang. Zit hier tegenover de fundatie. Er komen 350.000 mensen per jaar langs. Dus dat is heel goed. Heel goed voor Zwolle, maar vooral goed voor brood. Goed voor de familie. Dan zou je dit in Amsterdam gaan doen, dan verzuip je tussen de toeristen en de andere galeries. Ja. Dus, en nu is hij terug in zijn geboortestad. En als je ziet hoeveel reacties ik erop krijg, ja, dat Facebook al ontploft zo wat. Ja. Dus dat is natuurlijk heel leuk. Kijk naar hoeveel mensen er nog broodaanhangers zijn die brood leuk vinden. Ook mensen die brood leuk zijn gaan vinden. Omdat we natuurlijk al toch wel een beetje bezig zijn om die naam levend te houden. Ja, je zegt al die naam levend houden. Waarom is dat belangrijk? Nou, het is een Nederlandse kunstenaar. Kijk, wij dragen onze helden niet op handen. Hè. Daar zijn we niet zo heel erg goed in Nederland. Als je een held bent in Amerika, dan ben je dat voor het leven. En ja, deze man die moet je niet vergeten. Kijk, hij heeft natuurlijk van alles gedaan op het gebied van drugs en whatever. Maar ja, ik denk ook dat het wel mede bijgedragen heeft aan de populariteit.